Welkom bij Art Rocks, de muzikale competitie waarin jij wordt uitgedaagd om een lied te schrijven op basis van een kunstwerk. En als je dat doet, dan treed je in de voetsporen van Jong Nelg, onze ambassadeur dit jaar. En die andere ambassadeur, die staat hier en dat is Blauwtsoen. Welk werk heb je gekozen? Van Gogh, hè? Dat gaan we zo zien, maar we gaan eerst even langs andere kunstwerken die artiesten ook zouden kunnen kiezen om hun song op te baseren. Ja. Hoe klinkt dit in jouw hoofd? Het klinkt voor mij als toch wel heavy metal of zo. Oké. Ja, dat heeft vooral met de horens te maken. Ja. Deze gezichten, zeg maar, ik kan me zo voorstellen dat het 's nachts dat het gaat leven en dat het dan een soort ritueel hier plaatsvindt. Weet je. Zo'n Eyes Wide Shut-achtige feest. Het is nogal pretentieus. Ik hou er wel van, hoor. Mm-hmm. Ik vind dat kunst ook pretenties mag hebben en muziek ook, muzikale kunst. Mm. Kijk, dit is het volgende werk wat gekozen kan worden. Ik vind dit is heel irritant dat ik het niet mag aanraken. Het liefst zou ik erin duiken. Kijk, het is nu een mooie egale vlakte, maar ik kan me zo voorstellen, toen het gemaakt werd, was het in beweging of zo. Mm-hmm. Dus ik zou wel die beweging weer terug willen horen of zo. Ja. Ik hoor vooral hele vreemde synth samples of zo, die een soort backwards gaan met, gek genoeg, met druppels of zo. Iets met druppels. Hier zit een soort vlucht en een soort beweging in of zo, iets naar boven, weet je wel. Ja. Dus, stel je zou hier een nummer opschrijven, dan neem jij nu die beweging waar. Ja, en ik denk dat het ook wel redelijk minimalistisch zal zijn. En misschien één of twee instrumenten en een vokaal of zo. Hier zou ik een piano pakken, omdat ik meteen in één akkoord eigenlijk dit schilderij zou willen verwoorden. A minuur over majeur, dat is ook vet. Want dan wordt het heel, gaat het heel erg wringen. Ik kan echt geen enkele noot lezen. Nee, dat laat ik nog een keer horen. Kun je zingen hoe dat klinkt? Nee, dat kan ik niet zingen. Want dat moet je echt in een... Dat moet een samenstelling van... Van akkoorden zijn, ja. Dit is hem weer. De oude vriend. De oude vriend, ja. Ik krijg bijna soms de neiging om eraan te likken. Echt? Ja, man. Aan die stroken, daar zit alleen natuurlijk een heel klein glaslaagje voor. Ja. Eyes of the Sun is echt letterlijk hierop gebaseerd. En niet alleen de tekst, want ook zeker de tekst, want het gaat over die shaded strokes, het fysieke van dit werk. Mm-hmm. Maar ook over het verdwijnen in de zon. De luchttrillingen van de zon, die hebben we ook geprobeerd met samples en synths, zeg maar, een soort pulserende werking in te brengen die ik ook hierin voel. Ja, te gek. Nou ja, zullen we hem meenemen? Ja. Ja, pak maar in, we nemen hem. Ben je enthousiast geworden en wil je gewoon meedoen aan Art Rocks, ga dan naar artrocks.nl en daar vind je alle info en alle andere werken.